en de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. Die 1000 jaar zullen inmiddels wel voorbij zijn, dus dan loopt de duivel weer vrolijk rond. Maar hoe herken je de duivel? De ene keer is hij een engel en dan weer een draak of een slang. Zijn meest bekende avatar is de Satan met bokkenpoten, een gevorkte staart en horens. Maar hij kan elke gedaante aannemen die hij wil. Je kunt hem herkennen aan zijn uitspraken. Twee daarvan zijn heel typisch. Ten eerste zijn rempraatje, rijkdom en macht. Hij zal je gouden bergen beloven en dat je beroemd wordt of dat je een revolutionaire omwenteling zult veroorzaken. Maar helaas, zo werkt het niet. Jezus en Mohammed zijn begonnen met een handjevol volgelingen en pas na hun dood werden het christendom en de islam een succes. En ook grote kunstenaars als Rembrandt, Van Gogh en Mozart kregen pas na hun dood de erkenning die ze verdienden. Ten tweede komt de duivel op een gegeven moment met zijn mompraatje, zijn maten onder elkaar routine. Hij zal dan zoiets zeggen als, wat ik je nu zeg is vertrouwelijk, dat mag je niet verder vertellen, dat blijft tussen ons. Maar wat probeert hij te bereiken? Wil hij dat ik mijn ziel aan hem verkoop? Wil hij de hele wereld in de ellende storten? Hij is niet geïnteresseerd in je ziel. Er zijn in de hemel genoeg toffe peren naar zijn zin. Het probleem is dat hij geen eigen heelal heeft. Hij heeft er wel een paar geschapen, maar in die scheppingen is het veel te heet. Dus daar is tot nu toe geen leven ontstaan. Die blijven voorlopig en misschien wel voor altijd onzichtbaar. En nu is hij jaloers op de goden, die wel een betreedbaar heelal hebben. Diep in zijn hart is hij niet echt slecht, maar hij verveelt zich. Om wat te doen te hebben, kreeg hij in het heelal het beheer over een stuk of wat sterrenstelsel. Maar dat heeft hij verkloot door de temperatuur van een aantal sterren zo hoog op te jagen dat ze ontploften. En nu zitten daar zwarte gaten. Van al die tegenslagen is hij chagrijnig en onverschillig geworden. En dat kleurt zijn visie op de toekomst van de mensheid. Begrijp me goed, hij is niet de aanstichter geweest van oorlogen en andere plagen. Dat heeft de mens allemaal zelf gedaan. Maar het kan hem eerlijk gezegd ook niet schelen dat de mensheid ten onder gaat. Terwijl wij van Team Helala de mensheid proberen te redden. En daar fietst hij dwars doorheen met zijn kwajongensachtige streken. Een voorbeeld. Toen ik op de zegeningen van kernenergie had gewezen, heeft hij bij een aantal regeringsleiders het idee in hun hoofd geplant dat ze er ook wapentuig mee konden maken. De atoombom een kwajongensstreek? Nou, dat is wel het understatement van het jaar. Vergeet niet dat het de mens zelf is geweest die de atoombom heeft ontworpen. En geworpen. Als ik jou een slaghout geef, dan maak je zelf de keuze om honkbal te gaan spelen of om andere levende wezens de hersens in te slaan. Eigenlijk wil de duivel hetzelfde als de andere goden, namelijk het bewustzijn van de mens prikkelen. Alleen speelt hij het spel wat agressiever. Hij is meer een onruststoker dan de andere goden. Onrust is er genoeg. Aanslagen, opstanden, oorlogen, pandemieën. De lijst is eindeloos. En daarvan is 99% mensenwerk. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de duivel altijd meer een ladiesman is geweest. Dat begon al met Eva. Als hij haar die appel niet had geschonken, waren er nooit dolle mina's geweest. En was er ook nooit vrouwenkiesrecht geweest. De enige keer dat we daar oneenigheid over hadden, was toen met die heksenvervolgingen en de inquisitie. Er zijn toen van beide kanten fouten gemaakt, dat moet ik toegeven. Die duivel doet te veel goeds, dat maakt het er niet gemakkelijk op.
Was hij maar een echte gemeenerik, zoals Trump of Poetin, dan wist je tenminste waar je aan toe was.